zal niemand zijn ontgaan dat de maand november in het teken staat van de robotisering. De afgelopen dagen verschenen in alle kranten en tijdschriften artikelen over de vraag of, wanneer en hoe robots de macht van de mensheid gaan overnemen. Sommige mensen, zoals de wetenschapper Stephen Hawking en ondernemer Elon Musk, zijn erover bezorgd. Anderen, als de wetenschappers Benny Mols en Nienke Vergunst, van wie deze week het boek Hallo Robot verschijnt, zijn juist hoopvol en weer anderen maakt het allemaal geen donder uit. Afgelopen week hoorde ik in een paneldiscussie filosoof Bas Haring verzuchten dat mensen niet zo moeten zeuren. Mochten robots over afzienbare tijd dusdanig geavanceerd zijn dat zij zichzelf kunnen reproduceren en geen enkele menselijke sturing meer nodig hebben, dan zou het gevaar kunnen bestaan, dat is een angst waar veel science fiction op voortborduurt, dat robots en mensen tegenover elkaar komen te staan en dat die ellendige machines ons wellicht verdrijven. Nou en, riep Haring, als dat gebeurt, dan is dat maar zo. Laten we daar niet nepotistisch over zijn. Als robots in de evolutionaire strijd een betere kans hebben om te overwinnen dan mensen, dan is dat pech voor ons, niet meer en niet minder. Hoe dat ook zal aflopen, zover is het natuurlijk nog lang niet. Al zijn we op een punt dat robots veel beter kunnen autorijden, in fabrieken kunnen werken en zelfs medische arbeid kunnen verrichten. Robots opereren en ze kunnen in veel gevallen ook een betere diagnose stellen dan menselijke artsen. Daarover had ik vorige week een discussie met een paar wetenschappers. Een van hen zei dat hij veel liever de best mogelijke amnese voor zichzelf en zijn kinderen wilde. En als een robot die stelde, dan wilde hij toch echt liever een robot. Ik dacht over deze kwestie na en herinnerde mij een stuk dat ik een paar jaar geleden schreef. Voor research, voor een verhaal, mocht ik een dag meelopen met een cardioloog die tijdens zijn spreekuur patiënten ontving. Een van hen was een oude, gedistingeerde meneer van in de 90 die met zijn dochter van in de 70 langskwam. Standaard onderzoek had uitgewezen dat het cholesterol van de man een beetje was verhoogd. Hoe kan dat? Vroeg de cardioloog, waarop de man zijn schouders ophaalde. Ja, nou ja, ik heb de laatste tijd wat meer kaas gegeten, zei hij. Wat meer kaas gegeten, herhaalde de arts. Oké, dat kan. Nou goed, dan verhogen we gewoon uw cholesterolmedicatie. Het gesprek ging verder tot het consult volgens de agenda voorbij was. Toen de bejaarde baas opstond om weer te vertrekken, vroeg de cardioloog, nou, ga nou toch nog eens even zitten, want het zit me een beetje dwars. Wat is er nou met die kaas? Ik vind het een raar verhaal. En op dat moment begon de oude man te huilen. Hij was een paar jaar daarvoor zijn vrouw kwijtgeraakt en hij worstelde heel erg met eenzaamheid en afgenomen levenslust. Hij dacht, als ik maar genoeg kaas eet, dan stijgt mijn cholesterol en dan krijg ik vanzelf een hartaanval. Suicide by cheese. Die had ik niet zien aankomen. Net als de cardioloog overigens. De arts zei, zachtjes en doorleefd, dat het eten van kaas niet de methode was om uit het leven te stappen en dat hij de man in contact zou brengen met instanties hoe ze aan zijn probleem konden werken. En wat mij raakte aan dit consult was de menselijkheid eraan. De dokter had met zijn mensenkennis aangevoeld dat er meer speelde dan louter een door het eten van kaas verhoogde cholesterolwaarde. Ik vermoed dat, ondanks zijn kennis, een robot van empathie dan echt weer veel minder kaas heeft gegeten.